Wat is een bedreigde getuige? Als een getuige echt bang is om een verklaring af te leggen, kan de rechtercommissaris beslissen dat zijn identiteit niet kenbaar wordt gemaakt. Wie kent de identiteit van de bedreigde getuige wel? Deze identiteit is een geheim dat de rechtercommissaris verplicht is om te bewaren. De rechters die de strafzaken op de zitting behandelen, kennen de identiteit van de getuige ook niet. Als tijdens het verhoor de anonimiteit van de bedreigde getuige niet kan worden gewaarborgd, dan kan de rechtercommissaris bepalen dat er niemand bij mag zijn. Alleen hij stelt dan de vraag. Waarom bestaat die mogelijkheid? Voor het strafproces is het van belang dat getuigen bereid zijn een verklaring af te leggen. Als getuigen echt bang zijn voor represailles, moeten zij worden beschermd. Een manier om dan bescherming te bieden is het verbergen van de identiteit. Is deze mogelijkheid verenigbaar met het recht op een eerlijk proces? Als een persoonlijke ondervraging door de officier van justitie en de advocaat niet mogelijk is, dan moet de rechtercommissaris ervoor zorgen dat er een andere mogelijkheid is om te ondervragen. Bijvoorbeeld door telecommunicatie of via schriftelijke vragen. In het vonnis moet worden uitgelegd waarom de rechters vinden dat zij de verklaring van de anonieme bedreigde getuigen kunnen gebruiken. Kan iets tegen de beslissing van de rechtercommissaris worden gedaan? Zowel de officier van justitie als de verdediging kan daartegen hoog beroep instellen. Dat wordt dan behandeld door andere rechters.